Biljoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is jong wethouder Maria Leroy van de gemeente Haas. Maria Leroy is zo'n 2010 wethouder van Haas. Daarvoor wie ze wethouder en deputaire in Zeeland. Ze was bestuurder in een gemeente die dus lastig te boek stiet. Een protte conflicten, denk maar onder rek. En een soort onderling wantrouwen tussen de gemeente en het college. Een moosje van wantrouwen vorige week deel Leroy zeer, zo zei ze. Maar wat docht ze met de kritiek op haar wijze van communiceren? Welkom in het Politbureau, Maria Leroy, wethouder in Haas. Ja, laten we beginnen met die motie van wantrouwen, vrienden Wieke. Die hij aan de broek kreeg van GroenLinks. Je zonder het oude roemde Peerske Wieke aan Unitink, over die tik op de vingers die je kregen hebben. Waar heeft dat Unitinken in resulteert? Nou, dat heeft in ieder geval een behoorlijk verstoord paasweekend gehad en tot gevolg gehad. Kijk, wat voor mij een hele mooie avond had moeten zijn, de vergadering van afgelopen woensdag, was omdat wij de havenverzelfstandiging op de agenda hadden staan. En dat is een enorm complex vraagstuk. Hoe doe je dat en met wie doe je dat allemaal en hoe zorg je dat daar de gemeenteraad de juiste beslissing kan nemen. Dus heb je voldoende gedocumenteerd. En daar was ik volledig op gefocust. En dat had ook voor het feest van de avond moeten zorgen. En dat eindigde met een donkere schaduw over die vergadering heen. Maar de motie kwam als een verrassing voor jou. Met die motie van wantrouwen. Ik wist dat die zou komen. Dus ik heb ook het weekend daarvoor met de heer Kroon gebeld en gevraagd waarom dat hij dat nu nodig vond. En dan is het niet zozeer die eenling die dan zo'n motie indient. Maar het is een heel zwaar middel eigenlijk. Het is een absoluut zwaar middel, maar ook de kritiek die de andere raadsfracties toch wel hadden. Ja, het gaat om de wijze van communiceren vooral. Ja, hè? Op mijn optreden. Joost zegt zelf, ik heb wel eens maar een gestrekt been de discussie zien. Is jouw wijze van communiceren wel eens van verbetering vatbaar? Ik denk dat het altijd voor verbetering vatbaar is. Zeker als je dit soort kritiek krijgt van gemeenteraadsleden, dan weet je dat datgene wat je doet over de rand is. Dan ga je te gedreven, te voortvarend. Ga je zo'n onderwerp in of je gaat zo'n vergadering in. En dan let je onvoldoende op datgene wat de achterban of raadsfracties vinden. Ja, wat ik was de ijskoningin neemt, hè? Nou, dat was helemaal aan het begin van de periode. Omdat dat ervaren je nog niet meer zei, je bent ontdooid, ontijd. Ik denk dat ik ontdooid ben, maar ik denk dat de Harlingers ten opzichte van mij ook ontdooid zijn. Maar even het oude weekend. Dat weekend had je eigenlijk broekenwold om na te denken over je positie en je wijze van communiceren. Daar kwam het eigenlijk wat op deel, die kritiek. Wordt die oors? Ja, die wordt anders. Je moet, als je dit soort kritiek krijgt, moet je gewoon zorgen dat je, dat je datgene wat je wilt bereiken, datgene wat je wilt doen, dat je dat ook samen met anderen gaat doen. En ik ben altijd heel coöperatief. Ik probeer ook altijd medestanders te vinden. Ik probeer juist ook te kijken van hoe denken achterbannen erover. Maar dan is het op sommige punten toch voor een aantal raadsfracties niet goed genoeg gelukt. Nee, raadsfracties. Ze hebben niet altijd overal voorbeelden voor nodig gehad. Het is datgene wat je heel graag wilt, dat je daar te gedreven voor bent, zeg ik wel eens. Dat je over die rand gaat van drive en overdrive, zeggen ze dan. Hè? Drive, maar goed, dat gaat net alleen nog over Riersleden. Hey, ik heb wat citaten samelen van mensen die wat wil je zeggen. Ze gaat niet goed om met de burger en burgerinitiatieven, dat is Ian. En ik zie een patroon van verdrietige en teleurgestelde mensen, zo uit een oor Rierslid. En de wijze waarop mevrouw Leroy acteert, maakt het meest boos en frustreerd. En dan gaat het van meest boet naar hier, dus de burger in Haas. Ja, maar zo wordt het door raadsleden vertaald. En dat is mij dus inderdaad verteld en voor de voeten geworpen. Dat is ook datgene waar ik het me echt ook het meest aantrek. En vandaar dat ik ook gezegd heb, ik moet gewoon nu het komende jaar laten zien dat zoals het in het begin was, mensen kan laten ontdooien datgene wat we doen in relatie tot wat burgers van ons willen. Want iedereen heeft belangen, iedereen wil wel wat. Iedereen wil ook problemen of andere vragen bij je neerleggen. En daar moet je voor openstellen. Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb dat ook altijd geprobeerd te doen. Dat nu wat ontspoord is, dan moet je weer terug je houding naar dat spoor toetrekken. Dan moet je weer zorgen dat je die frisheid, die energie, die elasticiteit kunt opbrengen om datgene wat burgers bij je willen brengen, om dat op een goede manier te wegen en mee te wegen. Ja. Wij zijn ervoor om in een brede perspectief
voor die gemeenteraad die besluitvorming voor te bereiden. Dat is haar, dat weten we. Maar toch, ja, de loszaken, die zijn we. Hè. Als het om concrete zaken, want dan is het programma al dienend. Dus we moeten wel even wat concrete zaken met de kop nemen. De toiletwijn bij de Willemshaven, ja, die man zit er al 30 jaar. Jo komen mij bepaalde weesken met toch die massa uit van, daar kan ik net aan voldoen. Daar wil ik zo, joh, communiceren net met hem en joh, walsoer hem hinnen. Hij viel me er heel ongemakkelijk bij. Is dat een voorbeeld van hoe je net met mensen om je matten? Nou, het is een voorbeeld waarin je kunt laten zien dat de tijden ook wel veranderd zijn. Hè? Want datgene wat je probeert te doen in die vernieuwing is te kijken of dat je nog vanuit die vernieuwde wetgeving op één op één met exploitanten of huurders zo mag omgaan. Je moet ook altijd even studeren op de contracten die er liggen. En er is een heel programma gemaakt in samenwerking met de VBZH, waar hij als huurder vooral ook die klantbediening voor doet. Dus er worden langs alle kanten wordt er gewikt en gewogen. En dan is het natuurlijk lastig om vanuit één vertrekpunt, en dat is die toiletboot is niet goed, of die toiletunit is niet goed gelopen, om dat heel breed te trekken naar burgerinitiatieven of klanten of een spoor van ontevreden klanten. Ik probeer het altijd goed te doen. Het kan altijd beter, dus vandaar dat ik ook gezegd heb, ik trek het mij aan en ik zal zorgen en bewijzen dat datgene wat ik nu heb voorgenomen, dat dat ook bewaarheid wordt. De menselijke maat, hè, want daar praat je dan feitelijk over. Hè. Is Maria te grut voor Haas, te ambitieus voor Haas om die menselijke maat wat in tegen te houden? Ik hoop dat niet, want als het gaat om kleine en grote onderwerpen, gaat het in ieder geval om datgene wat de Harlinger nodig heeft. In de ogen van het college en in de ogen van de raadsfracties. Datgene wat je natuurlijk probeert te doen in relatie tot recreatie en toerisme, waar die toiletunit één onderdeel van is, is dat er banen nodig zijn in Harlingen. Je moet aantrekkelijk blijven voor de Harlinger jeugd, voor de jeugd uit de regio om werk te vinden, om datgene te doen waar hun studie zich straks voor geleid heeft. Wat ik wil eerst, dus is natuurlijk grut in Haas. Werkgelegenheid dat klopt. Is heel belangrijk. Maar als je dan Haas zelf zegt, 16.000 inwoners ongeveer, ja, je wil net mooi in die Grutter gemeente de Waardhoeken. Je bent blauwe zelfstandig. Ja. Zet dat ik net een heel soort zaken op slot. Dat je hem dus op lange termijn de mensen net bieden kennen wat ze eigenlijk wel nodig hebben, onder woorden werk. Dat denk ik juist niet. Hè. De Harlinger is ook heel erg verwend, omdat de Harlinger en de belangenbehartigingsorganisaties, dorpsraden, wijkraden, bedrijfsleven zit zo heel dicht op de politiek. Wij doen spreekuren, dus we zijn eigenlijk ook altijd heel zichtbaar voor mensen die wat. Maar goed, je mag het financieel, hoe 30 jaar ik besjen, hè, is Haas dan nog geschikt om zelfstandig te bloeien? Kijk, als ik dat zou weten, als ik zo'n kristallenbol had, dat ik over 30 jaar zou kunnen praten. Nou, dan dat wordt wel geacht van een bestuurder om Safir Fruiter denk maar weer in dealings. Zeker. Als je naar de kwaliteit van de rieën bijvoorbeeld, die wordt er ook helemaal beter op als Rutte worden. Want wat vind je van de kwaliteit van de rieën in Haas? Ik denk dat er enorm veel fracties zijn die hun achterban op een goede manier weten te bedienen. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat er echt heel veel fracties zijn. Dat is, de volle? Ik weet niet wat te veel is, maar het is wel heel veel. Dus iedereen wil ook altijd, als het een vergadering is, wel zijn zegje doen. Het is ook altijd nee in Haas. Het is me altijd zin en alles wordt persoonlijk opvatten. Dat zie je ook merken als wethouder. Nou, je merkt wel dat heel veel wordt op een goede manier door raadsfracties naar hun achterbannen vertaald. Er zitten heel veel mensen die gewend zijn om meteen bediend te worden. De lijnen zijn zo kort. De lijnen zijn echt zo kort. Ja. Dat er ook wel eens, wat dat betreft, een hele grote kans is op vriendjespolitiek. Dat willen wij als college, willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Dan vreken het eigenlijk op een grotere schaal, liet het mij. Ik wil vooral het algemeen belang dienen, daar ben ik van. En dus die brede afweging van belangen, die moeten wij als college nemen. Die neem ik als portefeuillehouder voor de portefeuilles waar we met z'n allen zoveel voor voelen, waar we verantwoordelijk voor zijn. Oké, okay. Nou, Litwes Emerson, hoe het is cartoonist Gerco van Beek, dit verhaal op papier zetten net. Van Maria Leroy, wie wordt de gast in het Politbureau. Die dank voor je komst naar dit programma. In het belang van Friesland, we wil graag dat je nog even een skofje bluwe. Oké, dank u wel. Het Politbureau is er takken weer. Bedankt voor het zien en graag ondanks.